Hi. Je gaat kijken naar een video over de Nederlandse opstand, de 80-jarige oorlog en alles wat er eigenlijk aan vooraf ging. Het Europa dat wij nu kennen, het Europa van grote, stabiele landen met duidelijke grenzen, hoofdsteden en vooral democratische regeringen, het Europa van vrede en welvaart, van gelijke regels en zelfs een gelijke munt, van individuele en van economische vrijheid, het Europa dat je kent van het journaal bestond nog lang niet rond het jaar 1500. Op de grens tussen de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd is Europa een lappendeken van kleine hertogdommetjes, koninkrijkjes, graafschapjes, stadstaten en microscopisch kleine staatjes. Soms niet veel meer dan een kasteel met een stuk weiland eromheen. Allemaal doen ze hun eigen ding. Zelfs binnen de grenzen van de landen die wij nu ongeveer zouden herkennen, zoals Frankrijk, Spanje en Engeland, worden heel veel verschillende talen en dialecten gesproken. De verschillen tussen al die kleine gebiedjes zijn enorm. Mensen identificeren zich dan ook niet met hun land. Maar met hun lokale gemeenschap, hun familie en hun dorp of stad. De andere grote verbinder is de rooms-katholieke kerk. Het is dan ook niet voor niets dat Europa het christendom wordt genoemd, het domein van de christenen. Al eeuwenlang, sinds de nadagen van het Romeinse Rijk, hebben de pausen in Rome het morele gezag over de bewoners van het continent. De kerk en de machthebbers van Europa hebben in de voorbije eeuwen hun autoriteit nauw met elkaar verweven. In de kerk horen burgers hoe God de koning en de adel speciaal heeft geschapen om in zijn plaats over de mensheid te regeren. De adel en hun legers beschermen op hun beurt de kerk weer tegen buitenstaanders en tegen binnenlandse andersdenkenden. Wie kritiek had op de kerk leverde zodoende ook automatisch kritiek op het gezag. En wie kritiek uitte op zijn vorst had kritiek op de wil van God. Maar dit Europa van 1500 is aan het veranderen. De sterkste en machtigste adellijke families zijn in de eeuw daarvoor een proces begonnen van centralisatie. Zoals in Engeland, Frankrijk en Spanje. Door lagere edelen uit te kopen, met hun zonen en dochters te trouwen of met militaire overmacht, creëren ze grote rijken. Langzaam maar zeker beginnen die rijken te lijken op de landen van het Europa dat we nu kennen. Maar in 1500 is het zover nog niet. Want deze centralisatiepolitiek gaat niet zonder slag of stoot. De lokale edelen. De bewoners van de ooit zo vrije steden, de mensen die zich zo gehecht voelen aan hun lokale omgeving en hun gemeenschap, voelen allemaal grote weerstand bij dit proces. Meestal onzichtbaar, maar soms ook met geweld. In hun ogen zijn deze vorsten machtbeluste buitenlandse vreemdelingen. Er bekroopt deze mensen een gevoel dat hun oude gewoontes, hun oude rechten en privileges werden afgepakt. In de lage landen Tegenwoordig Nederland, België en Luxemburg vinden we rond 1500 ook zo'n verzameling van mini-landjes. Zoals Holland, Brabant, Vlaanderen en Utrecht. Ze hebben allemaal hun eigen dialect, hun eigen tradities, hun eigen elites. In 1543 voeren Holland en Gelderland als aparte landen zelfs nog oorlog met elkaar, iets wat nu totaal ondenkbaar zou zijn. Enfin. Via een lange stamboom van de Franse Bourgondiërs en de Duitse Habsburgers komen er in totaal 17 gewesten, want zo noem je deze minilandjes gewesten, in handen van Karel V. Het is een bijzondere jongen. Hij sprak zes talen en op zijn twintigste regeerde hij over een enorm wereldrijk waar men zei dat de zon nooit onder zou gaan. In Afrika, Azië en in de pas ontdekte nieuwe wereld waren Spaanse koloniën te vinden. Als koning van Spanje was Karel daarover de baas. Tegelijkertijd was hij keizer van het Heilige Roomse Rijk, waar de Lage Landen een deel van uitmaakten, en tot slot, dat is voor ons belangrijk, ook heer der Nederlanden. Het besturen van zo'n uitgestrekt wereldrijk vergt natuurlijk een professioneel team van ambtenaren en bestuurders, en een goed uitgerust leger om de grenzen te bewaken en intern gedoe te voorkomen. Geen probleem voor Karel natuurlijk, want het goud en zilver uit zijn koloniën en het belastinggeld van zijn onderdanen leverde hem voldoende middelen op. Zeker in de rijke steden van Vlaanderen, Zeeland en Holland was veel geld op te halen. Je kunt wel raden hoe de rijke burgers van die steden dachten over die alsmaar stijgende belastingen. Hoewel Karel graag gebruik maakte van de kennis en de expertise van de lokale adel, stelde hij ook veel eigen ambtenaren aan, tot grote ergernis van de oude elite, die soms noodgedwongen naar de nieuwe hoofdstad Brussel moesten verhuizen om aan het hof van Karel het vuile werk op te knappen. Met zijn zogenaamde collaterale raden, zeg maar hele primitieve landelijke ministeries, vervangt Karel vervolgens alle lokale bestuursorganisaties. Centralisatiepolitiek dus. En alsof het nog niet genoeg was, borrelde er onder de oppervlakte ook nog een groot religieus conflict. Het leven van Karel als vroom katholiek vorst stond niet alleen in het teken van centralisatie, maar ook in het teken van zijn heilige strijd tegen de ketterij van de protestanten. Daarvan vond je er nogal wat in de lage landen, met name Calvinisten. Aanhangers van Johan Kalfijn. Kalfijn was van mening dat een volk dat onderdrukt werd door een foute vorst het recht had om in opstand te komen. Die boodschap sprak de bewoners van de lage landen natuurlijk wel aan. Het Calvinisme was daarnaast rationeel en ordelijk en gericht op vooruitkomen in de wereld. En dat zijn opvattingen die uitstekend passen bij de burgerlijke cultuur van de lage landen. Karel V en later zijn zoon Philips II waren fanatiek of. Eigenlijk beter gezegd, obsessief katholiek en moesten helemaal niets hebben van Luther, Calvijn en hun aanhangers. Als Karel in 1550 de bloedplakaten uitvaardigt, betekent dat een radicalisering van de kettervervolgingen. Moeders, vaders, broers, vrienden worden op de pleinen van de dorpen en steden gemarteld en in brand gestoken. Dit zou eventuele protestanten subtiel moeten verleiden tot het juiste geloof. Maar het werkt averechts. Zelfs katholieken vinden deze vervolgingen veel te ver gaan. In deze context van toenemende belastingen, centralisatiepolitiek en religieuze spanningen ontstaat de voedingsbodem voor een gewelddadig conflict, een volksopstand of een burgeroorlog. Want vergis je niet, die scheidslijnen tussen katholiek en protestant lopen dwars door de samenleving. Er heerst verdeeldheid in elke stad, in elk dorp, in elke straat en in elk gezin staan katholieken tegenover calvinisten. Trouwe volgelingen van het Spaanse gezag staan tegenover de onafhankelijkheidsstrijders. Dit is de opmaat naar een strijd die 80 jaar zal duren en die zal uitmonden in de oprichting van een onafhankelijke Nederlandse republiek. Dat gaat natuurlijk niet zomaar, want een opstand tegen de wettige heerser is een opstand tegen de wil van God. En bovendien wil koning Philips II zijn rijkste gebieden niet kwijtraken, zeker niet aan een stel ketters. Dat conflict, dat in de eerste helft van de 16e eeuw nog vooral onder de oppervlakte borrelt en broeit, escaleert in 1566. Een groep edelen reist af naar de hoofdstad Brussel. Daar zit Landvoogdes Margaretha van Parma, de halfzus en plaatsvervanger van Philips. In een prachtige brief smeken ze haar om een einde te maken aan de vervolging van protestanten. In hun smeekschrift waarschuwen ze Margaretha voor een gewapende opstand. De Landvoogdes stemt in met een tijdelijke opschorting van die vervolgingen. De Lutheranen en Calvinisten ruiken de vrijheid. Maar zonder eigen kerken waren ze aangewezen op religieuze bijeenkomsten in de open lucht. Deze hagepreken verspreiden zich razendsnel vanuit Vlaanderen langs de kust, helemaal tot aan Friesland. De meest fanatieke protestanten roepen op tot geestelijke zuivering. En zo komt het in de zomer van 1566 tot de beroemde Beeldenstorm. Vanuit het kleine plaatsje Steenvoorde in Vlaanderen trekken radicale groepen Calvinisten langs kloosters, kerken en kathedralen. Complete bibliotheken worden in het water gegooid, altaren worden vernield, standbeelden aan geruiselementen geslagen, schilderijen verbrand. Ik weet niet precies hoe Philips gereageerd zal hebben op dit nieuws, maar ik kan wel ongeveer raden dat zijn woede erg groot geweest moet zijn. En zijn reactie valt in ieder geval op te maken dat hij geen enkel middel meer schuwde om de ketterij neer te slaan. Hij stuurde de ijzeren hertog, de hertog van Alva, die met een enorm leger de orde zou moeten herstellen. Margaretha keurde de harde ingrijpen af en trad af als landvoogdes. Alva volgde haar op. Philips gaf hem de instructie om de opstandelingen te straffen, ervoor te zorgen dat iedereen weer katholiek zou worden en haast te maken met zijn centralisatiepolitiek. Met zijn tiende penning, een nieuwe belasting en voor die tijd ook erg hoge belasting, maakte Alva zich ongekend impopulair bij de bevolking protestantse edelen en andere belangrijke leiders van de beeldenstorm, waaronder Willem van Oranje, vluchten naar protestantse staten in het Heilige Roomse Rijk, zeg maar Duitsland, buiten de invloedssfeer van Philips. De terreur van Alfa is zonder twijfel een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis. Vanaf 1568 leidt Willem van Oranje militaire campagnes tegen de Spaanse legers. Rebellen en piraten vallen ondertussen steden aan vanaf land en zee, het eerste succes is in 1572, als Den wordt veroverd. Sommige opstandige steden vallen na lange belegeringen weer in handen van de Spanjaarden om vervolgens weer te worden heroverd. En zo keert stukje bij beetje het tij voor de opstandelingen. De misdragingen van de Spaanse soldaten keren alle gewesten langzaam maar zeker tegen het gezag. Alle 17 gewesten sluiten in 1576 de pacificatie van Gent, waarin ze afspreken om samen te werken tegen de plunderingen, martelingen en verkrachtingen van de Spaanse soldaten. Maar al in 1579, drie jaar later, verklaren de zuidelijke katholieke gewesten zich toch weer trouw aan de Spaanse vorst. Het noorden sluit de Unie van Utrecht aan het einde van hetzelfde jaar. En daarmee wordt feitelijk de basis gelegd voor de Nederlandse Republiek. In 1581 is dat definitief. Dan zweren de zeven noordelijke gewesten de Spaanse koning voor goed af met het plakkaat van verlating. Nadat Willem van Oranje in 1584 wordt vermoord overigens de eerste moord op een politiek leider door middel van een vuurwapen nemen zijn zoons Maurits en Frederik Hendrik zijn taken op zich. Tachtig jaar lang wordt er gevochten, zijn er talloze veldslagen en tegenslagen, militaire hoogstandjes en grote verliezen. Tot in 1648 de vrede van Münster wordt gesloten. In de tussentijd heeft de oorlog zich vooral verplaatst naar de randen van de nieuwe Republiek, waardoor de andere gewesten, Holland, Zeeland, beginnen aan de opbouw van een nieuwe staat, die meteen eigenlijk al een gouden eeuw kent. En over die bijzonderheden van de Republiek volgt later meer. Voor nu, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.